mensen, we gaan beginnen. Heel leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik ben Rick Hoefsloot. Ik ben fractievertegenwoordiger voor de SP in de gemeenteraad ook. En heb ook eigenlijk dit onderwerp van de rat ook een beetje als mijn portefeuille. Dus als ik ooit met Richard de Mos hierover in het debat mag, dan zal ik dat ook doen. En mijn collega Leslie is ook fractievertegenwoordiger. Dus wij kunnen dat samen dan ook allemaal oppakken wat hier uit deze avond wat dat betreft gaat komen. En we hebben ook nog een aantal vrijwilligers van de SP. Johan, Bastiaan en Marije. Dus wij zijn er gewoon om jullie gewoon zoveel mogelijk te ondersteunen in wat jullie ook gewoon als bewoners willen doen en willen bereiken. En daar kun je altijd op ons vertrouwen wat dat betreft. Voor vanavond is een beetje het idee dat ik eerst zal ik wat vertellen over de enquêtes die we met de SP hebben afgenomen. Met name dus bij de Moerweg en de Van Baarlestraat daar in de buurt. Vervolgens zal Connie wat vertellen ook over wat ze met de Facebookgroep Rattenprobleem Moerwijk en de actiegroep daarvan heeft gedaan, ook in de afgelopen anderhalf jaar. Want er is al gewoon heel veel gebeurd eigenlijk op dit moment. Er is de afgelopen week ook weer van alles gebeurd. Dus op die manier is het denk ik dat een hele goede inkijk geeft over ook gewoon een beetje wat voor lange adem je moet hebben om dit probleem denk ik op te lossen. Ik denk dat dat heel belangrijk is dat we dat ook wel met z'n allen bedenken. Dat wij dit niet zomaar over twee weken allemaal dat we de overwinning gaan hebben, maar dat het echt iets van de lange adem is waar we echt met z'n allen voor moeten werken, waar we met z'n allen de schouders onder moeten zetten om ons echt om daar echt aan te blijven werken. En ik denk dat dat ook onze verantwoordelijkheid is ook van ons allemaal om daar ook gewoon echt vol voor te gaan. Dus het kan inderdaad niet zo zijn van alleen maar gewoon even wat zeggen en dan vervolgens niks doen. Ik denk dat we echt met z'n allen moeten beseffen dat we ook echt met z'n allen er hard aan moeten blijven werken om echt zoveel mogelijk ook vervolgacties en stappen te doen. Om dan te beginnen dus over de enquête die we hebben gedaan. Ik denk van... Op de onderste. Wat ik trouwens vergeet, daar heb ik nu opeens even de tijd voor, is dat eigenlijk het belangrijkste onderdeel van de avond is natuurlijk dat we gewoon met z'n allen gaan praten over wat jullie ervaringen zijn, wat jullie ook denken wat oplossingen kunnen zijn, wat ook voor jullie de eisen ook een beetje zijn die je bijvoorbeeld wil stellen aan de gemeente, aan woningcorporaties ook, maar ook dingen die we ook natuurlijk zelf ook al kunnen doen om mensen bewust te maken, om het gesprek aan te gaan met elkaar. Om dus inderdaad alle oorzaken van dat rattenprobleem een beetje aan te kunnen pakken. Dus dat zullen we, dus nadat Connie en ik hebben gesproken, gaan we daar dan inderdaad ook echt even op in. Dat we gewoon met z'n allen moeten we een beetje uiteindelijk tot een set van eisen komen. En dan zeggen we van dit willen we van de gemeente, dit willen we van woningcorporaties. Daar kunnen we dan ook met z'n allen achter staan. En dan kunnen we daar ook met z'n allen kunnen we dat verdedigen. Want je zult natuurlijk allemaal gemerkt hebben dat als je ooit een keer naar de gemeente belt of je belt een keer naar de woningcorporatie, dan krijg je helemaal niks voor elkaar. Maar op het moment dat je met een groep zoals we hier zijn, met 30 mensen, dan zegt van hey, dit moet er gebeuren, dan luisteren ze opeens wel. Dus ik denk dat dat wel het hele belangrijke is, van dat uiteindelijk als we met z'n allen hier samen iets beslissen en daar ook met z'n allen vol voor gaan, dan zullen ze luisteren, laten we zeggen. Dan dus over de enquêtes. Want we hebben dus best wel wat enquêtes afgenomen, we zijn langs alle deuren gegaan. En wat eigenlijk al meteen heel duidelijk was, dat elke keer dat je alleen al ratten aan de deur zegt, dan wordt er gewoon open gedaan, want iedereen heeft hier gewoon echt heel veel persoonlijke ervaringen mee. En van gewoon heel veel mensen die hun kinderen niet buiten durven laten spelen, die zelf ook niet meer inderdaad die binnentuinen ingaan. Dus inderdaad zelfs van een vrouw die haar kind op een gegeven moment ook met een dode rat zag, dat ze dan helemaal inderdaad een stuipen op het lijf gejaagd werd. En dat zijn echt de dingen waar we het natuurlijk ook voor doen omdat het is gewoon compleet van de zotte dat je je kinderen niet buiten kan laten spelen, want dat is gewoon het enige wat kinderen zouden moeten doen. Ja, precies. Er zijn wel ook een aantal dingen die er ook heel erg uit zijn gekomen, wat mensen heel erg
aangaven. En dan met name ook in daarbij dat blok is met name dat die binnentuin, dat daar heel veel struiken bijvoorbeeld staan. En dat is dus wat echt heel veel mensen hebben gezegd van ja, weet je, in die struiken daar ligt ook allemaal troep. Ik ben zelf ook een paar van die struiken ingedoken afgelopen zaterdag. En maar er ligt gewoon superveel troep en daar zijn dan ook holen van ratten waar die dan inderdaad in gaan verschuilen. En zolang die ratten echt een schuilplaats hebben, merk je dus inderdaad van dat die problemen dus best wel... groot zijn. Dus dat gaat inderdaad veel mensen aan dat daar eigenlijk ook iets aan moet gebeuren. Dat er misschien ook in die binnentuinen ook gewoon borden moeten staan met verboden te voeren, dingen. Dus dat op die manier ook helder is. Ja, er staat er één, maar dat is dan... Gericht, ja, hè? Maar... Maar dan staan er ook in redelijk kleine letters volgens mij. Ja, maar... Ja, precies. Ik zie hem niet. Nee, precies. Dus... Nou ja, dus dat is inderdaad iets wat je heel erg merkt van dat echt dat het begin van de binnentuin zou al best wel iets kunnen zijn. Jacqueline heeft daar bijvoorbeeld ook al een goede ervaring mee, daar kan ze straks misschien ook wat over zeggen. Tegelijkertijd hebben mensen inderdaad ook een beetje twijfels eigenlijk of die gifdozen die er zijn geplaatst, of dat eigenlijk wel werkt, of dat überhaupt, en je hebt nu volgens mij gezien zijn van het balkon de struiken ingegaan, maar ja, geen idee of dat uiteindelijk... Ja, interessant. Ja. De ratten zijn zo dik en groot. Ja, nee, dus dat blijft inderdaad ook wel iets van werkt op dat moment eigenlijk wel. En tegelijkertijd zie je natuurlijk ook wel dat mensen ook gewoon vinden dat er wel ook gewoon gehandhaafd moet worden. Dus dat als mensen dus inderdaad voederen, dat er daar ook gewoon boetes voor moeten worden uitgedeeld. Dat daar ook gewoon echt iets aan moet gebeuren. En ook dat nog een laatste ding wat we heel erg hebben gemerkt is dat ook mensen die inderdaad meldingen maken dan bij de gemeente of bij een corporatie, dat ze inderdaad merken van ja, daar kom ik niet doorheen, daar wordt niks mee gedaan. En daar komen ze vervolgens niet op terug eigenlijk. Nee, zeker. Dus... Ja. Dus... Nee, goed, dus dat zijn inderdaad de dingen van die echt meerdere mensen in onze enquêtes hebben aangemeld. Er zijn inderdaad ook andere dingen die dan net één iemand heeft gezegd. Maar dit zijn echt allemaal dingen die echt wel 4, 5 mensen inderdaad allemaal gezegd hebben van... Hé, kijk hier eens naar en dit zijn echt... de problemen die we merken. Dus ik ben ook met name heel erg benieuwd van of jullie dit inderdaad allemaal herkennen, van of dat dan inderdaad wat daar eigenlijk nog aan toegevoegd moet worden volgens jullie. Dus daar kunnen we straks dan inderdaad ook even over in gesprek. En dan zou ik nu eigenlijk graag Tommy het woord willen geven. Nou, dan. Hoi allemaal. Hoi. Ik ken me allemaal wel, denk ik, van de achtergroepie. Allereerst wil ik de SP hartstikke bedanken voor deze avond. En dat ze het zo goed zien. Want ja, Groep de Mos is al anderhalf jaar bezig. En naar mijn mening die helemaal nog geen enquête afgenomen. En wat er hier bij jou uitkomt, dat is er bij ons al lang uitgekomen. Precies diezelfde dingen allemaal. Ja, wat moet ik daarover zeggen? Ik weet niet of jullie het afgelopen weekend mee hebben gekregen, wat er is gebeurd in de buurt. Van Ruisbroekstraat lag helemaal vol met vuilnis. Dat heeft 5 dagen geduurd, tot vandaag pas. Ik ben helemaal uit mijn dak gegaan, ik ben niet serieus genomen. Daar ben ik heel erg boos om geweest. Het stinkt daar nog verschrikkelijk, je wilt het niet weten. Jacques en ik hebben verleden week bij Mede Moerwijk hebben we een vergadering gehad. Met voor een bidteam op te stellen hier in de buurt. Mensen buiten de buurt, dus niet mensen die hier wonen, maar van buiten de buurt aanstellen. Zodat ze geen vriendjespolitiek en door de vingers gaan zien. Wat in de afgelopen keren wel is gebeurd, heb ik begrepen. Eigenlijk ben ik daar heel erg geschrokken, want daar zat iemand, naar mijn weten, van de gemeente. En die vertelde mij... dat er was gezegd in onze actiegroep, ik had het probleem Moerwijk op Facebook, dat we de medewerkers van, dat ik gezegd zou hebben dat ik die medewerkers van 8 hoog naar beneden wilde gooien in brandnetels. Dat heb ik nooit gezegd, dat soort dingen zeg ik niet. 7 hoog. Oh, 7. Ja, in ieder geval, toen werd er duidelijk gemaakt van... eigenlijk dat wij niet serieus genomen worden meer. En dat onze klachten die onze Wim allemaal in de loop der maanden gestuurd heeft, eigenlijk gewoon in de prullenbak belanden. Dus waar zijn onze klachten allemaal gebleven, was mijn vraag.
En dat ze zeggen van jou nemen we niet meer serieus, want je hebt onze collega bedreigd. Nou ja, sorry hoor, dat heb ik niet gedaan. En als ik zoiets, en dat is gezegd door iemand, die heeft het ook toegegeven, maar dat was gewoon hartstikke sarcastisch bedoeld. Dat begrijp je wel natuurlijk. Ja, dat die melding van de persoon, dat is op jouw persoonlijke Facebook en niet op de site van de groep. Okay. Zij heeft dus op een verkeerde site heeft ze de mening gedeeld. En dat er andere mensen, waarbij niet verantwoordelijk zijn, een melding haar bedreigen. Ja, maar bedreigen vind ik een heel groot woord. Dit was gewoon een sarcastisch antwoord. Omdat zij had gezegd, ik vind dat onkruid eigenlijk hartstikke mooi, heeft ze toen tegen me gezegd. Ja, he, en dat onkruid langs dat water, dat is ook goed. Want onkruid de kinderen ook zat? Serieus? Nee, maar ook het onkruid. Het werkt is dat heel goed. Dat de kinderen niet het water inlopen. Ik kreeg de raarste snoezen van die dame te horen, weet je. Dus dat had ik op Facebook gezegd. Dus iemand had gewoon gezegd van, nou dan knikker ik er toch van achterhoofd naar beneden. Ja. Dus dat was gewoon helemaal niets, die opmerking. Maar wat mij dan stoort is dat, wat wordt er dan met onze klachten gedaan? Terwijl we Wim al onze klachten hebben laten maken bij de gemeente. Waar zijn onze klachten gebleven? Niemand die het mij kan vertellen. Richard de Mos heb ik ook meerdere malen gevraagd. Wat is nou eigenlijk, wat doen jullie nu eigenlijk om te verdelen? Krijg ik geen antwoord op. Er wordt alleen maar gezegd, ja, de mensen moeten niet zoveel van het balkon gooien. Helemaal mee eens. En daarvoor gaan we ook de straat op binnenkort. We willen een demonstratie door de straat, pannen, deksels, alles erbij. Mensen wakker maken van, we wonen hier met z'n allen, we willen dit niet meer. Maar was het nou eigenlijk begonnen? Maar je klacht er wel in, hoor. Ja. Toch? Ja. Nou, in ieder geval, ja, ik voel me niet meer serieus genomen. We werden werkelijk uitgelachen door twee heren, door die man die dat had gezegd en nog iemand. Ja, dit weekend ook nog, dat 5 dagen lang smerig, fel, met maandverbanden, XXL, met bloed erop. Ja, sorry hoor, het is een vies praatje. Maar dat zie je liggen, die poepluien liggen daarbij. Het stinkt gewoon. Ik heb het gezien, het staat weer gewoon voor diezelfde flat. Staat een hele grote groene kliko helemaal vol op en weer een vuilniszak erbij. Het is gewoon janker. Er om twee zitten. Wat zeg je? Er zitten nu de hoesten toch al. Ja, maar daar hebben ze blijkbaar weer aan. Ja, vuilniszak staat erbij en wat ik zeg, een hele grote groene kliko helemaal open met zakken erin. Dus dat ligt vanavond weer op de straat. Ik word er moe van. Ik samen met jullie allemaal, want jullie, ik lees jullie berichten ook allemaal in onze actiegroep. Het moet stoppen, joh. We moeten gewoon met z'n allen er wat aan doen voordat het te laat is. De regering. Nou, wij vinden wel, maar we hebben toch de hulp nodig. Dat hebben we nodig. Kijk, we moeten inderdaad dat strooien moet stoppen. Maar de MOS moet zich ook en de gemeente moet zich aan de afspraken houden. Qua maaien. Ja, het staat overal tot zo hoog. Alle hondenuitlaatplekken, waar je loopt, het staat zo hoog. Je hoort alleen maar geritsel ertussen. Ja, en dan bel je daarover op van wanneer het gemaaid wordt. Ja, we mogen maar niet maaien. Hé, hey, broedseizoen. Ja, en het is ook goed voor de bijtjes en voor de insecten. Ja, ik heb alle smoes al gehoord. Het is mooi. Want die gele bloemetjes, ik weet niet hoe ze heet. Dat is prachtig. Dat moeten we laten staan. Dat is iemand die over het maaien in de buurt gaat. Dan kun je nagaan. Die vindt het prachtig. Die hier hoeft niet te wonen. Maar die vindt dat mooi, dus laat maar zo. Ecologisch zorggaas. Vandaag heb ik de HMC, een onderhoudingsbouw van de telefoon gehad. Ja. Die geeft een schuld aan Vestia. Ja. Vestia heeft pas geleden heb ik aan de telefoon gehad, maar die is nou op vakantie, die Ferens. Die geeft schuld aan de gemeente. Ja, 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 dus gemeente, Vestia, gemeente. Ja, dat is een heel voorschrijf. Dus je hoeft niks te doen. Nee, je kan niks doen. Dat is overal. Je kan niks doen. Maar wij hebben wel afspraken als actiegroep. Als actiegroep hebben wij verleden jaar, Wim, dus waar jij nog die mail ergens.
hebben wij met groenbeheer afspraken gemaakt. Er wordt om de 2 maanden gemaakt in de plaats van 1 keer in het half jaar. Ja, dat is 1 keer gebeurd en daarna is het gewoon op de lange baan geschoven. Maar het moet gebeuren. We hebben hier dadelijk niet alleen het probleem met de ziekte van Wel, maar we hebben hier dadelijk ook het probleem met de ziekte van Lijn. Oh, ja. Oh, ga eens even koeken. Ja, wat je allemaal aan het afspraken die zijn gemaakt. Het is ecologisch goed verantwoord. Je wordt er alleen een beetje ziek van. En aangezien de rest in de gemeente en de burger is dat overal wat gehad, ook een medische wonte, wordt het lastig om dadelijk je eigen te laten behandelen voor ziekteverlijn. Ja, maar het is goed voor het milieu. Ja, maar dat zeg ik, het is ecologisch goed verantwoord. In september vorig jaar is er met de gemeente van iemand die hier speciaal naar ons toe is gekomen. Afspraken gemaakt om 6 keer per jaar te maaien. Ja, dat de mensen niet op de bankjes in de brandwijken moeten zitten. Ja. De honden hard uitplaatsen, keurig netjes, worden gemaaid waar de honden zich een rondloopgebied zelfs, waar je ze uit kan laten. Ja, moet op iets wat leuk. 2 april dit jaar heb ik een melding gemaakt naar deze persoon, ik kon de naam nog noemen, maar ik zal ze. We noemen maar geen naam. Heb ik gevraagd, wanneer kom je? 4 dagen na krijg ik de melding, het is gedaan. Maar er was geen graspriet geknapt. Nee, ze hebben ook maar de helft gedaan. Na lang vragen kwam er eindelijk een gasmaaiermachine, wat jij net zei. Toen ze alleen maar 1 strookje zo. En de rest een voorstrookje. Nou, maar de laatste keer. Dat je zegt, waarom? Ja, de laatste keer dat hij interviewde, dat hij bij het stoplicht stond, dat die gasmaaiermachine met die man erachter kon springen. Oh ja. Nee. Leo, we hebben helemaal geen zin in, zegt hij. Ja, ja. Van de gemeente hebben we helemaal geen zin in. Als ze zeggen dat ze dat hebben gedaan, dan zijn we niks van. Ja, dan moeten ze dat niet zeggen. Dus ik voel me samen met de rest van de actiegroep, de vaste groep, sowieso heel erg in de maling genomen. Ja. En ik blijf erbij gewoon. Het moet inderdaad stoppen. Ook de bewoners moeten stoppen. Daar gaan wij achteraan. We gaan ook met rubberbootjes. Willen we de sloot op? Ik weet nog niet, we moeten aan bootjes zien te komen. Ik ga dan wel, ik coördineer de boel wel. Ik ga hier ook in de bootjes zitten. Ik wil nog even zeggen over de maaien. Hebben jullie het verschil gezien tussen Wateringseveld en hier in Noord? Ja, nog veel meer andere buurten. Ja, weet je ook dat daar gewoon zoet waterkreven zitten? Ja, dat weet ik. Wat naar onze s'avonds achterna loopt de jaren als ze daar aan wandelen langs het trambaantje. Wie wordt er dan gedistend, meneer? Ja. Een andere wijk krijgt hele mooie bloemblokken. Wij krijgen nog altijd. Ja. Ja, en daarom ben ik nogmaals heel erg blij met de SP die zich zo inzet. En ook echt dezelfde problemen ziet. Die wij echt elke dag zien. En wat ik al eerder zei, dat heb ik de moskou niet zien. Nou maar genoeg die aanpak van enquête. Ja, perfect. Hebben jullie nog vragen? Die ook eens aanpakken dan, meneer de Mos. Ja. Nou, daar ben ik nu al voor mee bezig op Facebook. Ja, geef gewoon geen antwoord ook. Ja, ik heb wel een antwoord gisteren gekregen. Lieve Corny Lichtvoet, goed dat je zo vasthoudend bent. Dat krijg je vooral bij mij als je me uit gaat staan lachen. Waar ik al 1,5 jaar boete voor. Het is uitgesteld. Ja, want jij hebt toch ook handtekeningen op de Leijweg? Ja, we hebben 1200 handtekeningen getekend. En dat is niets mee gedaan. Ik weet zeker dat als je gaat, dan gaan we dat in gewoon weer doen om te kijken hoeveel overlast er nog steeds is qua handtekeningen verzamelen. Dat kunnen we zeker. Maar dat kunnen we zo even bespreken met de dingen die we kunnen gaan doen. Maar die mensen die een handtekening zetten, die zullen geen handtekening voor de mensen die het wel doen. Nou, je spreekt bijna. Ik woon hier boven in die flat. Ja, wonen niet zoveel mensen die geen Nederlands spreken. Maar daar zitten de verschillende dingen ook bezig. Ja hoor. En gisteren. Met een vuilniszak. Er was ook al gewoon een blond vrouwtje hoor, die erbij zat. Dus het is ook een probleem van iedereen. Ik wil niet alleen maar. Hij zat. Oké, het wordt misschien even nog wel centraal.